Veendam doet het goed in de eerste divisie en trof gisteravond een tegenstander met wie het een stuk minder gaat. Want Omniwild staat 18e. Nee, niet te lichtzinnig! En misschien namen de spelers van Veendam het wel te lichtzinnig op. Want ze waren continu een stap te laat. Omniwild in de aanval. In de 3e minuut en de bal komt vrij voor Mulders. Hij kan uithalen, maar het is Dieter Wieg die nog net zijn linkerhandje er tegenaan kan krijgen. Veendam zat gisteravond geen moment in de wedstrijd. Ze kwamen overal een stap te laat en de tegenstander kreeg veel te veel ruimte. Dit is Asaidi, een groot talent aan de kant van Omniworld. De voorzet, de bal wordt niet goed weggewerkt, komt voor de voeten van Toor kan uithalen. En opnieuw de redding van Dietwicht, nu met zijn rechterhand. Veendam had het hartstikke moeilijk in Almere. En Dietwieg die hield zijn ploeg op de been. 0 tegen 0. Veendam krijgt plotseling een kans. Het is in de 25e minuut. Schaken richting Posma. De aanname is niet goed. Maar dan zijn uithaal. Via Zegers en de paal de bal uit het doel. En dan de rebound van Boersma. Opnieuw een redding van Zegers. De doelman van Omniworld. Het was het enige gevaarlijke moment aan de kant van Veendam. Goede uithaal van Posma. Die voor de rest flat speelde. Net als zijn ploeggenoten. Behalve één speler. En dat is Barry Dietewieg. Hij was een sta in de weg voor Omniwild uit Almere. Want Omniwild kreeg 5 goede kansen in de eerste helft. Dit is een mogelijkheid van Zandstra. De bal in de veilige handen van Barry Dietewieg. Slotfase, eerste helft. Wat een vrijheid voor Duits en voor Asaidi. Kan vrij uithalen van 18 meter. En dan Dietewieg. Die zeilt heerlijk naar die bovenhoek. En tikt de bal uit de kruising. Ruststand 0-0. Cissé, de bal gaat aan iedereen voorbij. Behalve aan Cissé. Kopbal op de vingertoppen van Dietewieg. En zo blijft het 0 tegen 0. En dan de 68e minuut. Schaken, nog niet of nauwelijks gezien. En hier is hij te snel voor 2 tegenstanders. En dan krijgt hij een kans, een goed schot. Maar via de vingertoppen van Zegers en de lat gaat die bal er niet in. Een goede mogelijkheid voor Schaken. Maar de beste kans in de tweede helft is voor Omniwild uit Almere. De bal komt straks voor de voeten van Haklander. Je hoeft hem alleen maar in de rechterhoek te tikken. Maar schiet de bal in de handen van Dietewieg. Die gisteravond een magneet in zijn handschoenen had. In de slotminuten van de wedstrijd krijgt Veendam nog één mogelijkheid. Seintje gaat er vandoor aan de rechterkant van het veld. Komt met de voorzet. De aanval lijkt kansloos. Totdat Alfonso zijn hoofd tegen de bal krijgt. Maar Zegers ramt die bal uit zijn doel. Veendam pakt een puntje en mag daarmee zijn handen dichtknijpen.